How the mighty have fallen. Of hoe de machtigen zijn gevallen. Gebruiken we soms wanneer het gaat om een land of of iemand die ooit heel belangrijk en heel groot was. En dat toch weer kwijt is geraakt. En dat verhaal dat komt ook, of dat, die uitdrukking die zou je ook heel goed kunnen gebruiken in een oud verhaal van het oude Griekenland. En dat verhaal gaat over Cyrus en Croesus. Hoe spreek je dat uit in Vlaanderen? Arnold, weet je dat misschien? Ik zal het niet weten. Ik denk zo, waar ik als geit uitspreek. Maar je spreekt het waarschijnlijk hetzelfde uit. Croesus en Solon. Er was een koning en die heette Croesus. En die was heel rijk en heel machtig. En hij had veel rijkdom vergaard door het veroveren van andere landen. Zoals koningen dat wel vaker doen. En op een zeker moment begon hij een zekere genegenheid op te vatten, te ontwikkelen. Met een wijsgeer en die wijze man die heette Solon. Solon wordt ook wel in de geschiedenis, wordt hij ook wel gezien als een van de degene die de democratie heeft ontwikkeld in het oude Griekenland. Een van de denkers daarvan. Maar dit verhaal is meer een verhaal dan echt geschiedenis hoor. Maar goed, het zou best kunnen dat het is gebeurd. Croesus, die was zo tevreden en zo, nou ja, tevreden misschien is niet het juiste woord, maar hij voelde zich zo belangrijk en zo goed, dat hij daar toch wel heel erg een beetje over wilde opscheppen, maar hij wilde ook wel bevestiging. Ja, mensen die bevestiging zoeken bij anderen voor hun belangrijke positie, eigenlijk ontbreekt die het vaak nog wel een beetje. ja, ze zeggen wel mensen die moeten opscheppen, dat zijn toch vaak mensen die het iets ontbreekt. Hè? Zoals ze zeggen dat lege vaten vaak het hardste klinken. Maar Croesus, die wilde bevestiging van zijn wijsgeer, zijn wijze leraar Solon, dat hij heel belangrijk was. En dus stelde hij hem de vraag, gezien dat hij de rijkste man was in de wereld, of in zijn wereld, vroeg hij aan Solon, wie denk je dat het gelukkigst is? Wie denk je dat de gelukkigste man is op aarde? En Solon die vertelde vervolgens het verhaal van een man die heel arm was. Een Griekse man die heel arm was, die was reeds overleden, maar hij had hem een tijdje geleden ontmoet, zei Solon. En Solon die zei, ja, deze Griekse man die deed heel goed, nam heel erg goed verantwoordelijkheid voor zijn werk. Hij was een heel integer man en hij zorgde heel goed voor zijn moeder met dankbaarheid. En deze man, toen hij eenmaal kwam te overlijden, had hij zijn leven heel mooi geleid. En ik zou zeggen dat hij de gelukkigste man was die ik ooit heb ontmoet. Maar dat was niet het antwoord wat Croesus wilde horen. Hij zei tegen Solon, maar je ziet toch duidelijk dat het maar een arme sloeber was en ik ben veel rijker. Ik heb alles, ik kan met een hand omdraaien, kan ik zo, alle dingen die ik wil hebben, kan ik hebben. Toen zei Solon, ja, dat is wel zo, maar dat is nu zo. Je kunt niet zeggen dat iemand het gelukkigst is als je nog niet zijn hele leven hebt gezien. Dingen kunnen voortdurend veranderen. Iemand die eerst rijk is, die kan ook arm worden. Iemand die eerst gelukkig is, kan ook weer ongelukkig worden. Je kunt pas zien hoe gelukkig iemand is
als je zijn hele leven hebt gezien. Aan het einde van zijn leven, dat is pas zeker. Dan weet je wat zijn hele levensbaan is geweest. En alsof deze woorden profetisch waren, kort, of nou ja, niet misschien, misschien niet kort, maar daarna, enige tijd daarna, ontstond er een oorlog tussen de koning Cyrus en deze koning, koning Croesus. En koning Cyrus was veel groter en machtiger. En die was erop uit om de koning Croesus, om die te pakken te nemen en zijn koninkrijk in te nemen. En zo gezegd, zo gedaan. En dat gebeurde dus en vervolgens werd koning Croesus, die werd naar de brandstapel gebracht. Hoe noem je dat? Als een soort van prooi na de jacht. En Croesus, die bedacht zich terwijl hij op de brandstapel was, de wijsheid van Solon. Dat hij niet had willen zeggen dat hij de gelukkigste man was, dat Croesus de gelukkigste man was. Want op de brandstapel was hij uiteindelijk een arme sloeber. Maar hij bedacht zich ondanks alles toch de wijsheid van Solon en sprak zich daarvoor over uit en sprak daarover en riep hem aan. De wijste man die ooit geleefd heeft. En toen, dat maakte Cyrus wel nieuwsgierig. Dus volgens sommige versies van het verhaal ging Cyrus dus naar Croesus toe en vroeg hij hem naar de wijsheid van Solon. En uiteindelijk, zo gaan sommige goede versies van het verhaal, wist Cyrus uiteindelijk, was hij van gedachten veranderd en wist hij Croesus van de brandstapel te halen. En uiteindelijk wist hij hem alsnog een beetje te vergeven. Of in ieder geval wisten ze elkaar, konden ze met elkaar een nieuwe relatie beginnen, zeg maar. En werd hij uiteindelijk niet gedood. Dus dit verhaal toont aan dat, dat eigenlijk alle dingen in het leven vergankelijk zijn en veranderlijk. Wat we vandaag denken dat het grootste land in de wereld is, kan ook morgen een van de minder belangrijke landen zijn. Of een landje dat ooit heel groot was, zoals Nederland. Vroeger was dat natuurlijk een van de rijkste landen ter wereld. Is nu maar een heel eenvoudig landje in Europa. Zo kunnen de dingen voortdurend veranderen. Maar we hoeven het niet alleen over politiek te hebben natuurlijk. Ook in ons leven kunnen dingen voortdurend veranderen. We denken dat alles heel makkelijk is in ons leven en ineens komt corona eraan. En corona die zegt, kan me helemaal niet veel schelen hoe makkelijk je leven is. We gaan alles veranderen. Ja. Zo is ons leven, heeft een zekere onzekerheid. Maar wat wel zeker is, is de daden die we doen, de dingen die we doen en de woorden die we zeggen en onze gedachten. De gedachten, woorden en daden die we doen, die nemen we met ons mee.